Tutorial 2! Welkom bij de Freedom University. Ik ben Luciana Balestra en vandaag gaan we misschien wel de allerbelangrijkste tutorial ooit geven: precisions. Precisions is een Engels woord wat komt van precisie. Wat een precision is, dat is eigenlijk een sprong van de ene plek naar de andere plek, waarbij je zo precies mogelijk probeert te landen. Nou, waarom is dit misschien wel de allerbelangrijkste tutorial? Omdat, als jij goed bent in precisions, dan komt eigenlijk alle bewegingen die daarna komen ook goed. Precisions is namelijk de basis van hoe moet je nou zachtjes en veilig landen. Nou, in de eerste tutorial van hoe word jij nou een echte freerunner, hebben we dit uitgelegd. Wie weet het nog? Om goed te landen moet je op je voorvoeten landen. Zachtjes gecontroleerd met je bovenbeen. Boe, rechterrug op je voorvoeten, zachtjes landen. Als je dat kan en voelt van hey, ik heb de power in mijn benen, dit lukt, dan kan het echte spel beginnen. Dan ga je springen van obstakel naar obstakel. Dit noemen we in freerunning een standing precision. Vandaag hebben we twee precisions, de standing precision en de running precision. We beginnen met de standing precision. De standing precision is een sprong uit stand met twee voeten. Je grote teen is net over het randje. Je zwaait je armen en landt gecontroleerd op je voorvoet. Ik laat hem een keer zien. En landt op je voorvoeten en probeert te blijven staan. Als je blijft staan, noemen we het stikken. Een sticker die plakt. Heel goed. Sticker die plakt. En dat probeer je ook bij de precision. Je springt met twee voeten, mooi boogje, landt op je voorvoet. Wat hebben we in de eerste tutorial geleerd? Wie weet dat nog? Opbouw. Ga nou niet gelijk de grootste precision doen. Begin klein. Mocht je in de Freedom University zijn, zet je de blokjes gewoon ietsje dichter bij elkaar. Mocht je dan al wat verder springen, kan je het elke keer ietsje verder doen. En als je merkt van, nou, ik spring perfect, je stikt je precision, landt goed, dan kan je hem verder doen. Ik laat hem nog één keer zien. Een perfecte precision. Mocht dit nou al appeltje-eitje voor jou zijn, dan heb ik een paar hele belangrijke tips. Eerste tip, je moet in een boogje springen. Heel vaak zie ik mensen heel recht springen, nee. Omhoog in een boogje en zachtjes landen. Heel vaak zie ik mensen dus op deze manier springen. Dan spring je terecht. Probeer in een boogje waardoor je zachtjes kan landen en kan stikken. Ik laat hem één keer zien. Je ziet, ik spring omhoog. Tweede tip. Zwaai je arm. Bij het afzetten zwaai je arm. Want dat geeft extra momentum waardoor je ver kan komen. Als mensen het spannend vinden, zie je vaak dat ze hun armen heel hard aanspannen. Dan probeer je te zwaaien, dat werkt niet. Voor de mensen die al vaker hebben gesprongen, probeer je armen te ontspannen. Maar voor de echte pro's onder jullie heb ik nog een gouden tip. En dat is focus op je voeten. Als je echt ver wil springen, probeer je voeten helemaal af te rollen tot het puntje van je tenen. En echt af te zetten vanaf je tenen. Dan je armen te zwaaien, dan heb je een echt verre standing precision. Nu heb ik het op twee blokjes gedaan, maar bij freerunnen gaan we opbouwen. Je begint hier en dan ga je steeds ietsje hoger. Zo kan je daarna bijvoorbeeld naar twee hogere muurtjes. We hebben de standing precision gedaan. Nu de running precision. Wat is nou het verschil? Je ziet het heel vaak. In die freerun filmpjes. Pop, 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 pop. Ze rennen, ze springen, ze zetten af met één voet, vliegen. Boom, en landen en rollen. Dat is een running precision. Dat je rent, met één voet afzet en je andere been zwaait. Nou zie je dit vaak in extreme vormen in films. Maar de basis is eigenlijk veel simpeler dan je in films ziet. En dan komt er weer terug op oefenen, 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 oefenen. Ik zal het een keer laten zien. Je begint simpel, bijvoorbeeld van blokje naar blokje. Je zet met één voet af. Ik zal voor jullie even rechts doen. Je zwaait je andere been, zodat je daarna op twee voeten perfect op het andere blokje kan landen.
Je neemt een aanloop, springt weer in een mooi boogje zoals net uitgelegd, landt op je voorvoeten en stikt je precision. Zet met één voet af, zwaait en stikt op twee voeten en blijft perfect staan door je knieën. Als dit makkelijk gaat, kan je het moeilijker gaan maken. Voordat je het moeilijker gaat maken, is er één ding heel belangrijk bij de running precision. En dat is het zwaaien van je been. De sprong komt niet per se uit het heel hard rennen. Nee, de sprong komt uit een mooie zwaai van je been. Waarin je wijst met je voorvoet waar je wil gaan landen. Zodat je daar op je voorvoeten landt. Mocht dit goed gaan, dan kan je het moeilijker maken. Kan je grotere sprongen gaan doen, hardere aanloop. Maar vergeet niet... Zwaai je been, wijs met je voorvoeten en land op die voorvoeten zo zachtjes als je kan. Ik laat hem zien. Boom! Ik zwaai mijn been, ik steek hem uit, ik wijs precies waar ik wil landen en ik stik hem. Deze twee positions vormen de basis van het geheel. Dit kan je overal doen, elk stoeprandje, elk stangetje, oefenen, 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 de hele dag door. En je zal zien dat binnen een week je positions in één keer sky high gaan. Dat ze super mooi worden, super zachtjes, super gecontroleerd. Als je dat kan, dan ben je ready voor de volgende stap. Maar die zien we niet vandaag. Die komt volgende week om 2:00. Mocht je die willen zien, druk op de subscribe button. En dan zien we je volgende week. Ik heb er zin in. Let's go! Vergeet niet jouw sprong op Instagram te posten. Want de beste 5 posten wij deze zondag op Instagram. Hashtag Freerun University. En wij posten jouw running position op Instagram. De mooiste 5 running positions. Binnen, buiten, maakt niet uit. Als ze maar mooi zijn, gestikt, clean, zachtjes. Standing, running, helemaal aan jou.